Ja, ja. Nou, ik weet niet of je al snapt waar ik voor bel, maar ik heb een vraagje aan je. De lockdown is voorbij, maar bij het Mariekehuis doen ze het nog eens dunnetjes over. Ze organiseerden een social lock-up. Wij hebben een social lock-up. Dat houdt in dat wij zeven ondernemers. Opsluiten. Nou, ze mochten met dat mooie weer wel even buiten luchten. En uh, wat zij doen is met telefoon en met app, WhatsApp en met uh, hun uh, laptop zoveel mogelijk uh, ondernemers oproepen om ook geld te storten naar het Mariekehuis. Een van de bellers is Teddy. Ja, ja, zij nou, vertelt hoe het zo, gaat. Heel fijn. Heel leuk. Het, uh, uh, ik had natuurlijk, ja natuurlijk, ik had gelukkig voorwerk kunnen verrichten. Dus ik wist al uh, van een mooie bijdrage vanuit het hospice. Maar ook uh, bedrijven, organisaties in de stad die ik uh, mocht bellen. Waarvan de een zelfs zei: Ja, ik had je telefoontje al verwacht. En we willen graag, uh, we hebben al afgestemd, want ik hoopte dat je ons zou bellen. En wij dragen ook bij voor. Uh, ...voor een aanzienlijk bedrag. Burgemeester Bruls verlost de ondernemers uit hun lock-up. Het uiteindelijke bedrag is hoger dan verwacht. Yvonne is blij met het opgehaalde bedrag. Wij zijn totaal afhankelijk van sponsoring. Wij hebben normaal bijvoorbeeld in de Vierdaagse Week... ...allerlei activiteiten die nu allemaal niet doorgaan. Dus we hebben gewoon iets anders moeten verzinnen. Het ophalen van het geld is niet het enige doel. De actie heeft nog een extra opbrengst. Hoe kun je het beste omgaan met mensen geraakt door kanker? Het heeft meteen een verdiepingseffect... En ook een soort scholingseffect ook naar hun medewerkers en hun, hun uh, ja en dat is fantastisch.